Praktijkschool De Boog is een praktijkschool. En dus is ervaring opdoen in de praktijk bij ons een heel belangrijk onderdeel van je schoolloopbaan. In en rond de school ga je in jaar 1 al aan de slag. En in jaar 3 is het tijd voor de stage. Je kunt stage lopen in 6 verschillende sectoren. Namelijk... groen. Zorg. Techniek. En de bouw. Horeca. Detailhandel. Tijdens je stage ga je bij een echt bedrijf aan de slag en zo doe je werkervaring op. Wat ben jij aan het doen? Ik ben geholpen met het renoveren van deze tuin en alles weer in de oude staat teruggebracht. En wat gebeurt hier? Ik heb net een APK'tje gedaan en hij is goedgekeurd. Zo doe je ervaring op met werknemersvaardigheden. Je leert samen te werken, zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te nemen, in oplossingen te denken en je hebt ook je eigen leerdoelen. Kijk maar. Mijn stagedoel was panna cotta maken. En dat was wel een succes, geloof ik. Lekker zeg. En je staat er niet alleen voor, hoor. Vanuit de stageorganisatie krijg je iedere dag begeleiding. Ralf van den Berg is mijn begeleider. Ik ben Ralf van den Berg. Hoe doet hij het nou? Ik ben heel blij met het wissel. Ja, zijn contract moet verlengd worden en dat gaan we zeker doen. Ja, dat wist je nog niet. Kijk dan, gefeliciteerd hé. En vanuit school helpen we je ook graag mee. Jouw stagebegeleider komt regelmatig langs. Wat zijn jullie nu aan het doen? We hebben een stagegesprek om te kijken hoe het met de leerlingen gaat. En bij Levi gaat het eigenlijk hartstikke goed. Kijk. En dat doe je aan de hand van het Darius-systeem. Bij elke competentie staan 4 bolletjes. En hoe meer er staan ingevuld, hoe beter de ontwikkeling. 4 bolletjes betekent van je beheerst het. En 3 betekent dat je nog wat te leren hebt. Met 2 heb je nog meer te leren. En 1 heb je best heel erg veel te leren nog. Het is belangrijk dat de samenwerking tussen het stagebedrijf en de school goed verloopt. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, die samenwerking was heel erg prettig. Ja, en het is natuurlijk ook mooi als je ouders trots op je zijn, toch? Dat is gewoon geweldig om te zien. Mooi zelfstandige jongen. Echt een hovenier in huis. Ik hoef bijna nooit meer wat in de tuin te doen. Zo, dat is handig. Dus, een stage is leuk, toch? En ook nog iets waar je heel veel van leert. Ben je klaar om aan de slag te gaan? We wensen je veel succes en plezier tijdens je stage.